Leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van Amandala. En deze week is het voor week nummer 4. En dat is van maandag 24 januari tot en met zondag 30 januari. Er staan de kaarten schud om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het, Leeuw, alsof week 4 voor jou een week is waarin je het gevoel hebt even tijd voor jezelf nodig te hebben. Het lijkt alsof je een beetje gedwongen voelt om iets te doen of misschien zelfs wel iets te laten. Maar het is een stukje waarbij je het gevoel hebt dat je even geen kant op kan. Je hebt ook echt het gevoel dat je graag alleen wil zijn. Je wil er niet over praten met andere mensen en je wil het eigenlijk zelf een soort van gaan oplossen. Terwijl ik het idee heb dat je er juist wat hulp bij nodig hebt. Ik zou zeggen, lieve Leeuw, kijk juist of dat je de mensen in je omgeving erbij kan betrekken. Of je misschien dingen kan gaan delen. Want het lijkt een beetje alsof je je nu heel erg afsluit omdat je eigenlijk jezelf niet wil laten zien. Terwijl dat het stukje is waar je heel vaak iets uithaalt dat je jezelf mag zijn. En dat je juist het stukje wil gaan doen wat je wil gaan doen. En nu lijkt je daar vooral even in voor weg te kruipen omdat je het heel moeilijk vindt. Om jezelf misschien wel uit te drukken. En je hoeft ook niet altijd precies te zeggen wat er aan de hand is. Maar de mensen om je heen lijken ook echt om je te willen geven. En het is een stukje dat ze merken dat je je terugtrekt. Maar dat ze best wel misschien wat moeilijk kunnen vinden. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso toch een super fijne week.